Diederik van Dijk van de SGP. Dank u wel, voorzitter. De klimaatwet kent hele stevige CO2-ambities. Voor het bereiken van die reductie van CO2 is echter ook biomassa voor een flink substantieel deel ingeboekt. En als wij nou af willen van die biomassa, wat er nou de wens is, ja, betekent dat ook niet een bijstelling, eigenlijk dus lager maken van die hele ambitieuze CO2-doelstellingen? Nee, voorzitter, dat laatste denk ik niet. We moeten wel veel beter nadenken waar we dan de biogrondstoffen voor inzetten. Want uiteindelijk is het totaal areaal aan duurzame biogrondstoffen ook beperkt. En dan ben ik het met mevrouw Teunissen eens. Dan moeten we die beperkte biogrondstoffen niet inzetten voor het verwarmen van onze huizen. Maar voor het maken van chemische producten bijvoorbeeld. Of het maken van brandstoffen voor scheepvaart- en luchtvaartsectoren waar nu geen andere alternatieven mogelijk zijn. Dat is ook de reden waarom ik naar aanleiding van de motie ben gestopt met het afgeven van nieuwe subsidies. En we met die Kamerbrief beleidsinzet biogrondstoffen van april 2022 echt naar die hoogwaardige inzet streven. Onder andere het amendement Grinwis om biogrondstoffen vooral voor houtbouw te gebruiken bij de bouw van nieuwe woningen. Dan ben je echt op een hoogwaardige manier wel die grondstof aan het toepassen. Dus leidt niet per se tot een aanpassing van de klimaatdoelen, wel tot een drastische aanpassing van de inzet van die biogrondstoffen.